Op de weg van Gemert naar Bekendonk tussen de rotonde en de brug en op de Lieshoutseweg richting de brug zijn afgelopen dinsdagmorgen ludieke borden geplaatst door bedrijvencontact Gemert-Bakel. Dit om extra aandacht te vragen voor de verkeersproblemen rondom de Beekse brug in Bekendonk. Uit een recent onderzoek van Tipmooi Laabeek bleek dat 44% van de ondervraagden soms verkeershinder ervaart en 42% wel degelijk hinder ondervindt bij de brug. Bedrijvencontact Gemert-Bakel startte dus op 25 juni een petitie tegen knelpunt bij de Beekse brug in Bekendonk. Na 3 weken was de petitie al door ruim 1100 mensen getekend.